In Oegstgeest is zaterdag het Repaircafé opengegaan. Hier kan je je kapotte spullen met behulp van handige dorpsgenoten zelf repareren. Want niet alles hoeft altijd maar weggegooid te worden. Nou, dat is toch jammer om weg te gooien. Allereerst valt het vaak te repareren. En dat is goed voor milieu en portemonnee. Je spaart grondstoffen op deze manier. Dingen kunnen langer mee. Het is van alle kanten goed. En bovendien zijn dingen vaak... Dat merk je aan de mensen die binnenkomen. Ze zijn vaak heel dierbaar van vroeger. Of gewoon, mensen willen dingen vaak ook niet weggooien. Maar weten niet meer hoe ze het moeten repareren. Dat leer je hier weer opnieuw. En dan kan ik over 4 weken nog even terug. Mevrouw, wat is het probleem met uw printer? Hij geeft een bepaalde code, maar ik weet zelf eerlijk gezegd niet meer wat het is, want ik heb de gebruiksaanwijzing niet meer. En ik dacht, misschien dat ze hier even naar kunnen kijken. Nu moet ik dat even op internet gaan opzoeken. En als er toch iets van de hardware is, dan kan ik over 4 weken terugkomen. Dan gaan we gewoon nog een keer beginnen. Hey, wat zijn jullie nou aan het doen? Ja, we zijn de lamp aan het repen. Het is heel leuk, moet je kijken, hier heb ik zo'n ding. Wist ik helemaal niet dat het bestond. En dan kan je dus langs de draad voelen waar het contact zeg maar verbreekt. Dus dat is, ja, dat is heel erg eigenlijk modern. Jouw trein staat hier. Wat is het probleem met de trein? Hij doet het niet goed, hè? Nee. Hij rijdt wel, maar hij hapert steeds. Dus dan stopt hij weer en dan rijdt hij weer een stukje verder. En als hij een hele scherpe bocht heeft, dan lukt het ook niet. Hey, dit is jouw lievelingstrein? Je zou ook kunnen zeggen, misschien dat papa een nieuwe trein voor mij koopt. Maar deze is net nieuw. Hij is een week oud en hij doet het eigenlijk van het begin af aan al niet goed. Dus dat is, toen dachten we, nou, misschien kan deze meneer hem maken. Nee, ja. Tada! Mijn fiets of mijn lamp is stuk. Wanneer kan ik hier dan terecht? Elke dag? Elke maand. 1 keer. 4e zaterdag van de maand. 10 tot 13 uur. Kijk op onze website. Dan zie je de data en de plekken. Want we gaan zwerven door het dorp. Verschillende buurten bedienend. Te gast bij allerlei organisaties in het dorp. Die ons graag willen hebben in hun gebouw. 1 keer. Per maand, 4e zaterdag. En misschien als het heel goed gaat en we genoeg reparateurs hebben vaker. Maar we beginnen met 1 keer per maand.